Welkom bij deze video-instructie. Ik ga vandaag iets heel anders laten zien dan normaal gesproken op dit kanaal, want ik heb hier wat voorbeeldjes. Dit L'tje is wel grappig, bestaat uit allerlei houten onderdeeltjes, maar het is uitgesneden met een lasersnijder. En dit ziet er echt best wel ingewikkeld uit. En ook om zo'n object als deze te maken is best een beetje ingewikkeld. Maar hiernaast zie je nog een... het zijn onderzetters voor koffie of hete thee. En deze onderzetters die zijn echt, bestaan uit 4 onderdelen. En ik kan er wel even één afpakken. En zijn vervolgens helemaal uitgesneden. Dat doe je dus met een lasersnijder. En een lasersnijder is een apparaat waarmee je onderdelen kunt snijden. Zoals dit puzzelstukje hier zo. Maar ook erop kunt tekenen. En daar kun je dus echt hele gave dingen mee doen. En ik ga een eenvoudig oefeningetje laten zien hoe je een bestandje klaarmaakt voor de lasersnijder. En dat doen we in het programma Illustrator. In Illustrator zie je een schermpje tevoorschijn komen dat er ongeveer zo uit kan zien. Maar dit zijn natuurlijk mijn bestandjes die ik al eens eerder heb gemaakt. En bij jou staat er misschien nog wel helemaal niks in. Dus wat wij vandaag gaan doen is ons eerste Illustrator bestandje maken. En we gaan geen onderzetters maken, maar een soort dogtag. Een dogtag, ik laat hem even zien, dat is een soort naamplaatje. Je ziet het hier een beetje, dus het bestaat eigenlijk uit 2 onderdelen. En met tekst erop en een paar eenvoudige vormen. En dit gaan we uit hout snijden. Maar daar moeten we dus een tekening voor maken in Illustrator. Nou, dat doen we op de volgende manier. Ik ga even een nieuw bestandje aanmaken, dus ik klik op nieuw maken. En dan vraagt hij van hoe wil je dan, wat voor bestand wil je aanmaken? Nou, ik wil op A4 gaan werken. Dat is eigenlijk een standaard velletje wat ook in de printer zit. Dus dat formaat, daar gaan we op tekenen. Dus ik klik op maken. En dan gaat hij een tekening klaarmaken. En je ziet hier al wel een velletje waar we op kunnen werken. Hier aan de linkerkant zie je allerlei dingen waarmee je kunt tekenen en nog veel meer informatie. En het is best een beetje ingewikkeld. Maar ik ga stap voor stap laten zien hoe dat nou werkt. Ik klik even op dit rechthoekje en ik selecteer het rechthoekje. En ik ga een heel eenvoudig rechthoekje tekenen. Nou, deze vorm ga ik even als voorbeeldje gebruiken om te laten zien hoe het werkt. Ik heb hier door gewoon een vormpje neer te zetten, ik kan het nog even een keer laten zien, door gewoon even zo te slepen, een vormpje neergezet. En deze, hier wil ik eigenlijk even gaan kijken wat heb ik nou precies getekend. Dat doe ik door even het pijltje aan te klikken. En als ik dan mijn muiswieltje gebruik en de Alt-knop op je toetsenbord, kan ik inzoomen en dan zie ik van oké, dit heb ik net getekend. Wat ook handig is, is met de spatiebalk zie je dat er een soort handje verschijnt. En daarmee kun je het objectje een beetje oppakken of het vel oppakken en heel makkelijk eromheen kijken. Nou, deze hebben we net getekend. Ik ga deze even weggooien en dan gaan we het opnieuw doen. Dus met delete kun je dingen weggooien. Nou, nu gaan we echt beginnen. Ik pak weer even het rechthoekje. En ik ga een vorm tekenen. Ik zet gewoon hier even hier zoiets neer. En dan pak ik het pijltje. En ik klik op transformeren. Met transformeren kun je allerlei maten aan jouw objectje opgeven. Dus dit blokje ga ik nu een maat geven. Dat doe ik door hier bij de B van breedte 50 in te vullen. En bij de H van hoogte 30 in te vullen. Dan druk je op enter. En dan heeft hij jouw objectje aangepast naar de juiste mate. Ik ga hem weer even selecteren door erop te klikken op het randje. En dan zie je hier zo een soort bolletjes in de hoekjes. Deze bolletjes, daar kun je aan trekken. En dan gaat hij de hoekjes mooi afronden. En ik ga hem maar helemaal afronden, dus echt tot hij rood wordt en helemaal rond is. En dan heb ik een mooi afgerond vormpje gemaakt. En deze vorm is eigenlijk de basisvorm waar we mee gaan werken. Ik ga hier zo een gaatje in maken, want er moet natuurlijk een kettingje doorheen. Dus ik ga een soort sleutelgat maken. En dat doe ik door hier het blokje aan te klikken. En dan zeg ik ovaal. Een ovaal is eigenlijk een soort rondje. Dit rondje, ik ga hem hier zo neerzetten. En je hoeft er nog niet na te denken over hoe die eruit zit. Dus ik zet hem gewoon zo neer. En dan klik ik weer even op het pijltje.
En gaan we naar transformeren, als die geselecteerd is. En dan geef ik de volgende maten bij de breedte en bij de hoogte geef ik 4 aan. Enter. En jouw rondje is nu 4 bij 4 mm. Dus dat is heel klein. Dit rondje moet natuurlijk hier ingezet worden. En ik ga eens kijken, als ik hem hier precies in het midden neerzet, dan zie je ook dat hij een soort roze hulplijntjes laat zien. En daarmee kan ik hem perfect in het midden zetten. Hij zegt ook midden. Als ik hem dan loslaat, dan staat hij nu perfect in het midden. Maar ik wil natuurlijk niet dat hij mooi in het midden komt. Ik wil dat hij een beetje in de hoek komt. Dus ik ga hem toch proberen te verplaatsen. Dus ik sleep hem een beetje opzij. En dan zie je toch nog steeds dat roze lijntje. Waarmee je dus weet van oké, okay, hij blijft in het midden staan. Zet ik hem hier neer. Nou, nu heb ik vormpje getekend met een gaatje erin. En wat ik nu wil gaan doen is aangeven dat dit uitgesneden moet worden. Dus als je even meekijkt naar het voorbeeldje, dan zie je dat dit puzzelstukje, de randjes van het puzzelstukje, die moeten gesneden worden. En dat kun je op de volgende manier in Illustrator aangeven. Door alles te selecteren, zo. En dan zeg je, de vulkleur is wit, dat wil ik niet. Ik wil dat die uitstaat, dus die zet ik op geen, op dit blokje. Geen. En dan zet ik de lijnkleur, dat is deze zwarte, die zet ik op roze, op magenta. En nu heeft hij van de zwarte lijntje een roze lijntje gemaakt. En die roze lijn die zal uitgesneden worden. Klik er weer even naast. En nu zie je dat we de eerste vorm getekend hebben. Maar ik wil in deze doctext zit ook een soort randje. Hier zo kun je het zien dat er een soort binnenrandje in zit. En die wil ik ook wel in hebben, want dat vind ik wel mooi. Dus wat ik ga doen, is een beetje lastig, maar je kunt hierop klikken, op het buitenste randje. Dan kun je naar object, pad verschuiven gaan. En dan vraagt hij, wat wil je dan precies doen? Nou, als je bijvoorbeeld 3 mm aanklikt en je zet dan op voorvertoning, dan tekent hij een rand van 3 mm om deze vorm heen. Maar ik wil eigenlijk een mooi lijntje aan de binnenkant. Dus ik ga hem het volgende invullen. Min 1. En dan moet ik even hier klikken, want dan gaat hij het doen. En dan zie je dat hij nu aan de binnenkant een heel dun lijntje getekend heeft. En dat vind ik wel mooi, dus ik ga op oké drukken. Nou, nu hebben we deze vormen net iets aangepast. Maar wat ik dus eigenlijk wil, is net zoals je hier zo ziet, dat hij het op het hout tekent, dat mooie binnenste lijntje. Dus ik wil een soort getekend lijntje maken. Dat doe je op de volgende manier. Je klikt het binnenste lijntje aan, alleen het binnenste lijntje. Die maak je, hier zie je de lijnkleur is nu roze, en die maak je blauw door op cyaan te drukken. En nu heb je een snijlijn, dat is deze buitenste en deze binnenste. En een tekenlijn, dat is deze blauwe lijn die je hier zo ziet. Nou, deze vorm, die wordt uitgesneden en erop getekend. En hiervan wil ik mijn naamkaartje maken, mijn doc tag. Dat doe ik door hier tekst in te plaatsen. En dat kan heel eenvoudig door gewoon op tekst te drukken. Dan zet je hier ergens, klik je, zo. En dan vraagt hij, wat wil je nou precies voor tekst invullen. En dan zet je je naam neer. Mag alleen je voornaam of met achternaam, wat je zelf wilt. Je zet je klas neer. Ik maak even 1HVE. En Kalsbeek College Woerden. Zo, dus dit vind ik wel even mooi. Dit ga ik er zo inzetten. En dit is mijn naamkaartje. Je kunt ook nog het volgende doen. Hier zo. Kun je dan kan ik het goed zien. Met spatiebalk kun je opzij. Dus met spatiebalk krijg je het handje. En hier zo kun je dus de tekstsoort aanpassen. Dan krijg je een ander lettertype. Nou, je mag zelf kiezen, maar kies wel iets wat leesbaar is, want hier heb je dus niks aan. Maar ik kies voor deze, vind ik wel mooi duidelijk. En bij mij past het niet helemaal. Dus dan moet je hem iets verkleinen. Dat kan door hier zo aan deze pijltjes kan je aanzitten en dan kun je hem dus verkleinen. Maar zo wordt hij heel gek en zo ook. Dus wat ik doe, ik ga
hem verkleinen en ik ga shift indrukken. En dan zie je dat hij hem precies verkleint in de juiste verhouding. Dus ik zet hem ongeveer zo. En wat ik nu nog wil doen, is hem weer in het midden zetten. Nou, je kunt hem oppakken en hem zelf zo in het midden zetten. Wat je ook kunt doen, is op je toetsenbord de pijltjes toetsen. En dan kun je hem zo verplaatsen naar de plek waar jij hem wilt hebben. Dus ik vind hier wel mooi. Nou, pak weer even de spatiebalk, ga ik opzij. Dat je het goed kunt zien. En nu gaan we aangeven wat hij hiermee moet doen. En ik wil ook dat dit op het hout getekend wordt. Dus ik klik hem aan. Deze zwarte vulkleur die zet ik op geen. De lijnkleur die nu op geen staat, die zet ik op blauw. En nu gaat hij het bovenop het hout tekenen. Het ziet er nu een klein beetje gek uit, maar dat is omdat de lijntjes wat dik zijn. Ik zal hem kleiner maken, dan kun je het goed zien. En dan ziet het er wel weer normaal uit. Maar zo gaat hij hem dus op het hout tekenen. Het enige wat je nu nog even moet doen is bevestigen dat dit goed is en dat die tekst niet meer aangepast hoeft te worden. Door erop te klikken, en dan klik je op tekst en dan op letter omtrekken maken. Dit is nodig, want anders dan zal de lasersnijder niet begrijpen wat hij met deze tekst moet doen. Maar nu tekent hij het mooi op het hout. Nou, deze eerste vorm is klaar. Dus ik ga iets uitzoomen en ik zet hem een beetje... Ik wil hem hierboven neerzetten, dus je kunt nu alles selecteren en dan gewoon een lijn pakken en dan kun je hem verplaatsen. En ik zet hem even hier zo boven neer. Maar als je nou zegt, ja, ik wil hem verplaatsen, maar ik wil eigenlijk een kopie maken, dat kun je doen door hem te verplaatsen, zo. En nu als je naar mijn zwarte pijltje kijkt en ik druk Alt in, komt er een soort wit pijltje naast het zwarte pijltje te staan. En dat betekent dat hij een kopie maakt. Dus als ik Alt ingedrukt houd en ik laat los, heb ik in één keer een kopie gemaakt. Nou, nu heb ik dus de dogtags twee keer, maar ik hoef natuurlijk niet twee keer hetzelfde naamplaatje, want dat is niet zo leuk om te zien. Dus ik wil hier iets bijzonders mee gaan doen. Ik ga even deze tekst, die ga ik uitgooien. Dus ik klik er gewoon op en ik druk op delete. Zo. Wat ik nu ga doen, je weet al hoe je een rechthoekje moet maken en hoe je een ovaaltje moet tekenen. Maar ik wil een sterretje gaan maken. En dat kan ook door hier zo op ster te drukken. En ik ga even iets inzoomen. Dus met Alt en het wieltje. Dan ga ik hier een sterretje tekenen. Nou, dit sterretje is een eenvoudig symbooltje. Een eenvoudige vorm. En ik wil dat hij recht wordt. En dan doe je door, als je dan Shift indrukt, dan zie je dat hij precies recht wordt. Hè? Dan, dat hij mooi op de grond blijft staan. Wat je ook nog kunt doen, en daar moet je weer een extra vinger voor gebruiken, is Alt indrukken. En dan zie je dat het vormpje net van een beetje van vorm verandert en wordt het een beetje zo'n ster met van die lijntjes die in het verlengde van elkaar liggen. Dus ik zet hem even hier zo neer. En dan heb je een sterretje getekend. Stel nou dat je iets anders wilt tekenen, kun je met de pijltjes toetsen, meer puntjes of minder puntjes geven en kun je zelfs een driehoekje maken. Maar zo kun je dus heel eenvoudig je sterretje aanpassen. Nu heb ik 8 hoeken, 9 hoeken, 10 hoeken. Maar voor deze gebruik ik 5 hoeken. Nou, deze mag even weg. Dit sterretje is het eerste symbooltje wat ik ga plaatsen. Deze is ook het makkelijkste om te maken. Ik ga nu een iets lastiger laten zien en dat is een kruisje. Daarvoor ga ik even aan de zijkant staan uit het dogtag, uit de tekening. En ik pak het rechthoekje. Dan maak ik een soort balkje, zo, en dan pak ik weer het pijltje. En dan gaan we een kopie maken door deze even opzij te schuiven. En als je dan Alt weer indrukt, dan zie je dat het kopiepijltje terugkomt en kun je dus heel makkelijk een kopie maken. Nou, deze vorm, die wil ik gaan draaien. Dat kan door hier op het hoekje naar het draaipijltje te kijken. En daarmee, als je op het hoekje staat, kun je hem heel makkelijk draaien. En als je dan ook nog Shift inhoudt, dan draait hij hem perfect recht. Zo. Nou, deze vorm ga ik oppakken. En ga ik precies hier zo in het midden, of op doorsneden, soms zegt hij twee verschillende dingen, neerzetten. En heb ik een soort plusje gemaakt. Maar deze plus bestaat uit een liggende vorm en een staande vorm. En ik wil dat het één object wordt, één vorm. Dus dat doe je door hem te selecteren, zo. En dan pak je deze
dit gereedschap voor me maken. Daarmee kun je dingen aan elkaar plakken. En ik ga dit stukje aan dit plakken, dit stukje aan dit plakken, en dit stukje aan dit plakken, en dit stukje aan dit plakken. Door gewoon naar elkaar toe te slepen. En dan zie je hoe je heel eenvoudig een vormpje kunt maken uit andere vormen. Dus ik heb nu een plusje gemaakt. Nou, deze, die ga ik weer eventjes hier neerzetten. En ik vind hem nog een beetje groot. Dus je kunt hem verkleinen door op deze blokjes. En dan ook weer shift in te houden. Dat hij mooi gelijk verkleint. En dan ga ik hem een beetje even groot maken als het sterretje. En dan een pijltje naar beneden. Zet je hem precies op de juiste plek neer. Nou, nu hebben we al twee symbooltjes getekend. Dan ga ik het laatste symbooltje laten zien. Dat is een hartje. En die is iets ingewikkelder. Ik pak het rechthoekje en ik zet hem op afgeronde rechthoek. Hier zo teken ik een vormpje. Zo. Deze ga ik kopiëren. Zo. Nou, ga ik deze draaien. En als ik dan shift indruk, dan zegt hij op een gegeven moment precies dat hij mooi schuin staat zo. Op 315. Doe ik bij deze ook, maar draai ik hem de andere kant op. Ook weer dat hij mooi doordraait en bij mij zegt hij dan 45. Nu kan ik deze twee vormen over elkaar heen leggen. Precies over het midden, zo. En als ik dan nu dingen ga samenvoegen door allebei te selecteren en dit gereedschap te pakken, vormen maken, kan ik deze aan die maken en deze aan die maken. Dan ga ik de onderste op delete zetten. Delete, delete. En dan heb ik een hartje getekend. En dit hartje ga ik hier ook weer inzetten. Ietsjes kleiner maken. En dan heb ik eigenlijk al mijn, heb ik een paar symbooltjes getekend. En nou, nu weet je dus een beetje van hoe je nou een eenvoudig vormpje, een eenvoudig symbooltje kunt maken. Een sterretje, een plusje en een hartje. Maar misschien kun je zelf ook wel iets veel interessanters bedenken. Want een symbool kan echt uit allerlei vormen bestaan. Ik had hier al even op Google gezocht. Want ja, je kunt natuurlijk een yin en yang of een uitteken. Of hier staat een peace teken. Nou, misschien kun je daar zelf nog wel iets veel interessanters voor bedenken. Ik ga even terug naar deze tekening. Als je nou denkt van nee, ik vind het prima zo. Dan gaan we het bestand opslaan. En dat doen we op de volgende manier. Je klikt bestand opslaan als. En dan kun je het even op een locatie opslaan. Ik sla het even in mijn handvaardigheid map op. En ik ga het de volgende naam geven. Doc tags, want dat is wat we aan het doen zijn. Dat zijn we aan het maken. Dan mijn naam. Jij moet jouw naam dus invoeren. En dan de datum van vandaag. Nou, voor vandaag is dat 3-2-2020. Want als ik dan morgen er weer aan ga werken, dan geef ik het een andere naam. En dan heb ik altijd nog de tekeningen van de dag ervoor. Ik sla het op. En dan vraagt hij, op wat voor manier wil je het opslaan? Dan zeg je, nou, dat is allemaal goed. En druk je op oké. En dan heb je het opgeslagen. En zo maak je dus een heel eenvoudig tekeningetje dat je later kunt uitsnijden met de lasersnijder. En dus echt super gave dingen uiteindelijk kunt maken. Bijvoorbeeld dit L'tje of nog allerlei andere gekke dingen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.